Edward Kienholz, de Beanery van 1965, is een ruimtelijke collage die je kunt betreden. Edward Kienholz maakte dit werk naar het voorbeeld van de oorspronkelijke Beanery, een bestaand café in een galerierijke wijk in Los Angeles. De Beanery werd tot 2/3 van de ware grootte teruggebracht. Het was een bekende ontmoetingsplaats voor kunstenaars en een plek waar Kienholz zelf graag kwam. Behalve de barman, een portret van de toenmalige eigenaar Barney, hebben alle gasten een klok als hoofd. Kienholz zei hierover: het hele ding symboliseert het verloop van de echte tijd naar de surrealistische tijd, in de barre waar mensen hun tijd verspillen, de tijd doden, de tijd vergeten en de tijd negeren. Veel elementen in de Beanery zijn zeer realistisch. Kienholz gebruikte zoveel mogelijk originele objecten uit de bar, waarvan sommige, zoals de krant, de wanbordjes en de buttons, een kritische kijk op de toenmalige samenleving verraden. Ook echt is het geluid dat Kienholz zelf opnam in het café in Los Angeles. In de Beanery hangt een vreemde lucht. Deze geur wordt veroorzaakt door een ventilator die het luchtje verspreidt, gemaakt volgens een speciaal recept.